Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Raad van Ministers in spoedoverleg bijeen ter zake COVID-19. Ondernemers schenken werkattributen aan kabinet van de president. En COVID-19. Wij moeten allemaal beseffen waarvoor we staan. De situatie met betrekking tot COVID-19 in Suriname is zorgelijk. De regering geeft de aanpak van dit vraagstuk ook de hoogste prioriteit. In dit kader is de Raad van Ministers op vrijdag 24 juli 2020 in spoedoverleg bijeengekomen en heeft zij zich gebogen over een aantal aspecten COVID-19 rakende. De autoriteiten hebben na de raadsvergadering de media via de COVID-19 persconferentie geïnformeerd over de besluiten om de toegenomen verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Het is goedgekeurd dat er een outbreak management team wordt ingesteld, bestaande uit 7 personen. Het team zal aangestuurd worden door de minister van Volksgezondheid. De RVM heeft goedgekeurd dat er een management team voor 9 maanden komt bij het directoraat Belastingen. Dit team heeft enkele taken, namelijk het effectieve wijzen en binnen het aangegeven tijdspad implementeren van de door de minister van Financiën en Planning goedgekeurde fiscale maatregelen. Het effectief innen van belastingsgelden in al haar facetten. Het effectief afhandelen van belastingzaken van belastingplichtigen, zoals bezwaarschriften, verzoeken tot teruggave van te veel betaalde belastingen. Het doen van voorstellen ter versterking van de organisatie gebaseerd op verhogen van de doelmatigheid, efficiëntie en effectiviteit van het directoraat der belastingen. Het doen van voorstellen ter aanpassing en modernisering van het belastingwetgeving. Het doen van voorstellen ter implementatie van additionele fiscale maatregelen. De voorstellen gedaan door Minfin voor vergroten van inkomsten van de overheid zijn goedgekeurd om verder uit te werken. Dat waren de punten. Dank u wel. Het aanwijzen of wel organiseren van het bemensen van een organisatiestructuur inzake de aanpak van COVID-19. En de Raad heeft dit voorstel goedgekeurd. De vicepresident zei het al, er komt een outbreak management team. Belangrijk om te weten is dat wij de organisatiestructuur op 2 niveaus hebben ingedeeld, namelijk het beleidsmatig niveau en de uitvoering. In het beleidsmatig niveau zien we de vicepresident als algehele coördinator, welke wordt bijgestaan door de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Volksgezondheid, de minister van Regionale Ontwikkeling en het directoraat Nationale Veiligheid. Verder is de coördinatie in de uitvoering in handen van de minister van Volksgezondheid, welke beschikking heeft over 4 pijlers, met name de handhaving, het medisch aspect, de economie en de maatschappij, alwaar er vertegenwoordigers van elk ministerie aanwezig zijn en relevante maatschappelijke groeperingen, zoals het bedrijfsleven, het transportleven, etc. En als laatste pijler hebben wij de pijler voorlichting. Ook deze pijler is zeer belangrijk, omdat wij van nu af aan gericht zullen moeten communiceren met de samenleving, richten op bewustzijnsbevordering en gedragsverandering. Het outbreak management team die heeft een crisismanager in de persoon van dokter Martelise Eersel, oud-directeur Volksgezondheid. En zij heeft de beschikking met haar team over diverse werkgroepen. De werkgroepen die zullen in
goed overleg met alle ministeries en relevante groeperingen te komen, heel snel moeten komen tot werkbare en voor Suriname gebruikelijke protocollen om het bedrijfsleven, het economisch leven, zoveel als mogelijk op een normaal niveau te laten plaatsvinden. U heeft het gehoord van de vicepresident. COVID-19 verspreiding neemt toe. De situatie is zorgelijk, dat hebt u al de hele week gehoord van ons. We zijn bezig geweest met het herorganiseren. Het is eindelijk gelukt. En als sluitstuk van de reorganisatie komen we op een punt waar we er niet onderuit komen de maatregelen enigszins te verscherpen. Over de verscherping van de maatregelen en de gedetailleerde maatregelen die nu zullen gelden, komt de president in hoogst eigen persoon morgen in een toespraak met de verklaring tot de samenleving. Voor dit moment laat ik het hierbij en hoor ik als er vragen zijn. Dank u wel, heer minister. We geven thans het woord aan de heer Armand Garibesin, minister van Financiën. Zoals de vicepresident aangegeven heeft, zijn er wat fiscale maatregelen besproken en goedgekeurd. Die liggen meer op het gebied van inkomstenverhogende maatregelen, waarvan sommige al door de president zijn aangekondigd en naar ik meen door de gemeenschap begrepen wordt. En waarbij de gemeenschap aangegeven heeft dat zij haar bijdrage wil leveren. Als je de maatregelen effectief wil invoeren, dan moet je ook daar het apparaat voor hebben. En daarom is er een projectteam, zal er geïnstalleerd worden, die zich bezig gaat houden met de zaken zoals door de VP daarnet aangegeven. Dat is wat ik voor nu aan u wil vertellen en ik ben bereid al uw vragen te beantwoorden. U weet, president Santokki heeft duidelijk aangegeven dat openheid van bestuur nageleefd zal worden. Dus ik wil u meegeven dat in het kader van het versterken van onze relaties met het buitenland, ik vanmorgen gesproken heb met de vertegenwoordiger van de Europese Unie, die als standplaats heeft Georgetown, Guyana. En we hebben uitgebreid gesproken over de samenwerkingsmogelijkheden op korte termijn in verband met COVID, maar ook de financiële problematiek. Maar daarnaast op meer langere termijn de ondersteuning naar Suriname toe op andere gebieden, waaronder energie en het milieu. En die gesprekken gaan voortgaan. Het reguliere dialoog, reguliere overleg tussen de Europese Unie zal binnenkort plaatsvinden. Dat is het dialoog, de regional dialogue, die gaat binnenkort plaatsvinden. Daarnaast heb ik gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, die op zijn verzoek niet alleen felicitaties overbracht aan president Santokki en vicepresident Brunswijk, maar ook eigenlijk wilde praten over versterking van de relaties, uitbreiding van de relaties. En in dat verband inmiddels ondersteuning heeft beloofd, toegezegd, op een stuk van COVID-19. En ook ten aanzien van medicijnen die op dit moment schaars aan het worden zijn in Suriname. Dus daar zou intern verder overleg over zijn. Ik wilde dat met u delen, zodat u weet dat terwijl we bezig zijn binnenlands, dat we nog buitenland, in het buitenland heel actief zijn om zeg maar, de nieuwe regering te positioneren. Dank u wel. Dus in ieder geval, ik heb ook gezien dat bij aantreden van de nieuwe team, alle minister of alle ministeries een auto hebben ontvangen. En de president heeft ook gevraagd, maar van wie zijn die auto's? Dus in ieder geval hebben we van DNV gehoord dat bij aantreden van de minister, dat zij ervoor zorgt dat de ministers auto's krijgen. En die auto's zijn gehuurd. Dus zijn huurauto voor onbepaalde tijd. Het kan zijn dat het, ze heeft gezegd, voor 3 maanden, maar het kan ook binnen 1 maand beëindigd worden of binnen 2 weken. Dus de president moet nog een besluit nemen
de regering om te kijken of de ministers die al beschikken over goede voertuigen, of ze die hun eigen voertuig gaat gebruiken, of de regering een voertuig ter beschikking gaat stellen voor de minister. Maar wat betreft voertuigen, omdat er geen enkele, ik denk alleen bij LVV, geen LVV, Volksgezondheid zijn er auto aangetrokken, maar bij alle andere ministerie zijn alle voertuigen weg. Dus daarom de inventarisatie nog, dan gaat de regering een besluit nemen of ze auto's gaan kopen voor de minister of we een aantal auto's terug kunnen vinden. Zo niet, dan zal een besluit worden genomen. Het advies dat ik voor nu heb, is dat de gemeenschap kalm moet blijven. De situatie is voor nu nog onder controle. Als u kijkt naar de cijfers van vandaag, ik heb me net laten informeren, van het totaal aantal mensen, laten we ook een keer positief kijken. Er zijn 62,5% van de gevallen genezen verklaard. Dat geeft een enige vorm van rust en kalmte. Laten we daarop focussen. De overige zaken die proberen wij met maatregelen onder controle te krijgen. Capaciteiten, de vraag over capaciteiten. We zijn al in goed overleg met de ziekenhuizen om te kijken binnen de mogelijkheden die we hebben om de ziekenhuiscapaciteiten op te schalen. De quarantainecapaciteiten op te schalen. U moet begrijpen dat de druk op dit moment aan het toenemen is. Ik was gisteren in Wanica. In Wanica ziekenhuis hebben we ook onszelf kunnen oriënteren. En het is behoorlijk verontrustend om te weten dat we nog maar 50 plekken over hebben in Wanica ziekenhuis. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. En het zal niet het werk alleen zijn van de regering, maar van elke actor in die zorg zal zich moeten inzetten. Ook in bestaande ziekenhuizen moeten we gaan kijken hoe we die opschaling van de ziekenhuiscapaciteiten kunnen zo snel als mogelijk kunnen doorvoeren. Maar ook de non-COVID-zorg, zoals is gevraagd, inderdaad. Een heleboel operaties, een heleboel specialistische behandelingen, een heleboel polyklinieken draaien op een minimumniveau. Dat komt gewoon als gevolg van de impact van COVID-19 op die zorg. Het is nu werk voor ons. Terwijl die druk van COVID-19 aan het toenemen is, is het met kunst en vliegerwerk nodig om de zorg, de non-COVID-zorg, nog beheersbaar te houden. Acute operaties moeten plaatsvinden. De EHBO moet normaal kunnen functioneren. Mensen moeten van medicatie kunnen voorzien. En dat gebeurt allemaal nu op het meest minimale niveau. Maar we moeten zo snel als mogelijk toe in de richting gaan van opschaling. Maar dat zal ook helemaal afhankelijk zijn van onze capaciteiten. Dus als we wat meer capaciteit hebben, los van de capaciteit, ook human resources. U begrijpt dat nu een heleboel verpleegkundigen, een heleboel artsen die normaal in ziekenhuizen werkten, zijn verplaatst naar bepaalde afdelingen waar we alleen met COVID bezig zijn. Dus capaciteit is niet alleen het probleem. Human resources is nog een heel grote factor. Hou daarmee rekening en ook daar kijken we naar. Communicatie, de loss to follow-up, de vraag die is gesteld. Ja, het is iets dat ik heb aangetroffen. De loss to follow-up is onder een categorie geplaatst als er zijn personen die positief zijn getest, maar in het vervolgtraject niet meer te vinden waren. Als je kijkt naar de duur, dan is de kans wel aanwezig dat deze personen reeds uit hun besmettelijke periode zijn. Dus wij focussen ons niet zozeer meer op die groep. Waarop we ons moeten focussen, is dat wanneer mensen positief getest worden, dat ze zo snel als mogelijk geïsoleerd worden en zo snel als mogelijk het proces van contact tracing op gang kan komen, zodat wij weten met wie deze mensen in contact waren en deze personen in quarantaine geplaatst worden. Dus laten we liever kijken nu naar het traject dat de detectie heel goed moet plaatsvinden en het proces van contact tracing. Wat betreft het binnenland, de medische zending verricht enorm werk met de beperkte middelen. Vluchten die moeten gaan, missies die moeten gaan naar gebieden. Ook daar heeft het onze aandacht en heb ik het reeds in de regeringstop met de president en de vicepresident besproken om te kijken naar wat meer middelen voor het binnenland, zodat ook de mensen daar op een adequate manier kunnen worden opgevangen. Medicatie, u begrijpt, op dit moment zijn er geen medicijnen voor COVID-19.
Er is geen vaccin, er is geen medicatie dat helpt om COVID-19 1 te voorkomen of 2 te behandelen. Wat je wel nodig hebt is bij mensen met een verhoogde risico of wat kwetsbaardere groepen als ouderen of diabeten, dat zij wat extra ondersteuning nodig hebben. En daarom is het belangrijk om te weten dat ook die non-COVID zorg goed moet zijn, zodat we onze mensen stabiel houden en dat deze mensen niet terechtkomen in een, als ze eventueel COVID oplopen, dat ze grote risico's lopen om te overlijden. Na vernomen te hebben dat het kabinet van de president niet beschikt over de nodige werkattributen, hebben ondernemers het op zich genomen om een donatie te doen. Directeur Reza Amir Khan van de onderneming Sharefa is de eerste die namens 3 bedrijven bureaumateriaal heeft overhandigd aan het staatshoofd. President Chandrika Prasad Santokhi nam de gesten op vrijdag 24 juli 2020 in ontvangst. Ik ben Abir Khan, ik ben hier als directeur van handelsonderneming Sharefa. En we zijn natuurlijk gekomen omdat wij hoorden dat er wat spullen nodig waren. Hebben we als 3 bevriende ondernemers wat zaken bij elkaar gezet. En 3 bedrijven, waaronder Smart Connection en Aftron, hebben wij 3x laptops en 2x desktop en 2x printers compleet nieuw gemeente doneren aan de president voor het kabinet. Oké, bedankt, geweldig. Dit is de reactie die we gehad hebben vanuit de samenleving nadat wij geconstateerd hadden dat er geen werkattributen waren op bepaalde afdelingen op het kabinet van de president, hebben we een spontane reactie gezien. Zeker 4 bedrijven hebben zich aangemeld dat ze ons willen ondersteunen. En dit wil ik benadrukken, omdat wij altijd gezegd hebben, we gaan de problemen in het land samen oplossen. Samen hebben we strijd geleverd, samen gaan we oplossen. Het tweede wat we gevraagd hebben, de crisis is heel ernstig en we vragen een stukje ondersteuning van de samenleving bij de aanpak van de crisis. We vragen een stukje solidariteit, we vragen een stukje offervaardigheid en dat is wat jullie doen op basis van een stukje vrijwilligheid. Dat waarderen we ten eerste. Het gaat erom namelijk dat we geen tijd willen verliezen en dat we zoals we beloofd hebben aan het volk elke dag hard willen werken. En daarvoor hebben we ook hulpmiddelen nodig. Dus de hulpmiddelen komen op tijd aan. En de hulpmiddelen zullen zeker ingezet worden om de samenleving te kunnen dienen. Om ook het arbeidsproces hier op het kabinet ook mogelijk te maken. Maar meer nog, dat deze middelen kunnen bijdragen aan het beleid, ondersteunen van het beleid dat we aan het voeren zijn en zie daar. Wat jullie beogen ook, namelijk goede samenwerking tussen de overheid en de private sector. Dat waarderen we. Ten eerste, namens personeel van het kabinet, wil ik bedanken voor deze gesten. En ik hoop namelijk dat dit navolging kan krijgen. Inmiddels hebben we ook van andere bedrijven al bericht gehad, maar alvast aan jullie als eerste bedrijf dat ze hier aandeed, wil ik zeer veel dank zeggen namens personeel van het kabinet. Dat wordt overgedragen aan het personeel van het secretariaat, zodat ze kunnen werken. En geleidelijk aan gaan we kijken welke afdelingen nog meer nodig hebben. Dus als er nog wat noodzakelijk is, dan vernemen wij dat en dan zullen we kijken hoe we met andere ondernemers daarop kunnen inspelen. Zeer veel dank. En nogmaals, we hebben nog andere momenten waar we nog overleg gaan voeren. Zeker. Samen met overige ministeries naar de private sector. Prima, dan kijken, wensen wij u alle succes verder met Thank you. Alle werkzaamheden van u. Thank you. Ons land raakt momenteel geconfronteerd met een plotselinge stijging van het aantal met COVID-19 besmette personen.
Het virus lijkt snel om zich heen te grijpen, getuigen de ruim 1200 positief geteste gevallen. De teller van de aan het virus overledenen staat intussen op 23. Met de huidige statistieken is Suriname internationaal andere landen voorbijgestreefd. Wij zullen er alles aan moeten doen om het tij te keren. Het virus heeft wereldwijd negatieve effecten gehad op mens en maatschappij. Op dit moment voeren mensen in de intensive care units een strijd om te overwinnen. Huishoudens moeten overeind gehouden worden, landen proberen hun economie weer op gang te krijgen en bedrijven worstelen met herstel. Nogmaals, COVID-19 is allang geen ver van ons bedshow meer en kan overal aanwezig zijn. Laten we allemaal beseffen, het is van belang dat de samenleving in haar totaliteit gaat begrijpen waarvoor we staan. Wij brengen u wederom de maatregelen ter voorkoming van COVID-19 in herinnering. Was en ontsmet indien nodig vaker uw handen. Houd uw waar vereist 2 meter afstand. Ontsmet oppervlakten en ander materiaal waarmee u of anderen in contact zijn gekomen met alcohol. En last but not least, respecteer de maatregelen van het bevoegd gezag. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.